Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme werkt samen met de particuliere busorganisaties aan nieuwe tarieven. Deze tarieven moeten binnen 2 weken vastgesteld zijn. DCT-minister Albert Jubitana zei gisteren in DNA dat de nieuwe tarieven vastgesteld zullen worden aan de hand van de koers en de benzineprijzen. Het besluit over het nieuwe bustarief moet nog binnen de regering besproken en genomen worden, voorzitter. De regering zal een balans zien te vinden binnen de mogelijkheden en van de passagiers, maar ook met inachtneming van de realistische kosten op dit moment voor wat betreft openbaar vervoer. Ik mag u en uw geacht college meedelen, voorzitter, dat ondanks alle druk en aandachtspunten binnen deze sector, de transportorganisaties zich constructief hebben opgesteld vanaf ons aantreden. Wij waarderen dat, voorzitter. Wij zullen binnen 2 weken met de organisaties en binnen de regering voorstellen besproken hebben en concrete besluiten ook moeten nemen. Jubitana zegt dat voor het openbaar vervoer een autoriteit in het leven geroepen moet worden. Dit is nodig om de sector te ordenen en te ontwikkelen. Wij kennen jaren het fenomeen van objectsubsidie aan de sector openbaar vervoer en het spanningsveld van het bepalen van tarieven. De autoriteit die in leven geroepen zal worden, zal zorgen voor regulering, controle en het garanderen van kwalitatief transport. Wij zullen alle actoren bij betrekken, voorzitter. Minister Albert Jubitana gisteren in de Nationale Assemblee. Op de begroting van dit ministerie is 8 miljoen SRD gereserveerd voor subsidie aan bus- en boothouders. Hij heeft gezegd dat het ministerie wil overstappen naar een duurzaam beleid voor het openbaar vervoer dat gericht is op subjectsubsidie.